Het gevormde 4 mei-comité Hoogloon organiseerde in 1985 de eerste dodenherdenking. Na een eucharistieviering in de Rooms-Katholieke Kerk trok men in een stille tocht naar het Valensplein. Daar werd in plaquette onthuld op een hek rond de kastanjeboom. Dit ter nagedachtenis aan Eddie Jones, een Engelse militair die bij de bevrijding van Hoogloon sneuvelde. Op 21 september 1994 werd 50 jaar bevrijding van Hoogloon herdacht. Er was een grote groep Engelse veteranen naar Hoogloon gekomen. De dag begon met een ecumenische dienst in de Sint Pancratiuskerk met als voorgangers dominee De Kaper en de pastoors Kersenmakers en Van Kemenade. Er was een kranslegging waarbij met name de Engelse soldaat Eddie Jones werd herdacht. Op 4 mei 1995 werden de twee in de Mariakapel aangebrachte ramen opnieuw onthuld die door vandalisme grotendeels waren vernield. Dit ter nagedachtenis aan Jan Goossens en Jan Balduc. Op 21 september 1999 werd op het Heieind een gedenksteen onthuld. En op de 17 september werd de gemeente gesommeerd. Het was een diep gewortelde wens van mejuffrouw Van Hoof, onze wijderes aan de lagere school, om de plaats waar Amerikaanse piloten verborgen hadden gezeten te kenmerken door een gedenksteen. Zij was destijds zeer betrokken bij het oorlogsgebeuren, waaronder het opsporen en onderdak bieden aan onderduikers. Op 4 mei 2001 ging de stille tocht niet naar het Valensplein, omdat dat werd gerenoveerd, maar naar de Mariakapel. De plechtigheden werden bij de Oude Toren voortgezet. Bij de herdenking op 4 mei 2002 werd een nieuw oorlogsmonument op het Valensplein in gebruik genomen. En werden naast de al aanwezige plaquetten van Eddie Jones, Jan Goossens en Jan Balduc ook herinneringsplaten aangebracht voor 4 Amerikaanse gesneuvelde piloten. Op 4 mei 2003 is een gedenksteen in de Wagenbroek onthuld. Dit is, we think, as 4 mei comité a very important place. Hier is crash the plane. Dit in verband met het bezoek van Francis Giuscatis, een nicht van de in de Wagenbroeken gesneuvelde piloot Jacob Vaassen en een 20-tal familieleden. Bij de gedenksteen op het Heiheind werd nagespeeld hoe de onderduikers van proviant werden voorzien. Ook werd er een tentoonstelling ingericht in het gemeenschapshuis. In 2003 is in de Landschotse Heide een oefenbom uit de Tweede Wereldoorlog met het ploegen naar boven gehaald. Kijk, deze staat, die is eraf. Die is heel dun, die is waarschijnlijk helemaal weggerot. Deze werd tot ontploffing gebracht. Op 4 mei 2004 werd de toespraak verzorgd door wethouder Lien Lavrijsen. En de ontelbare helden die hun verzet tegen het naziregime moesten bekopen met de dood. En aan de slachtoffers die in Nederland... Ter herinnering aan 60 jaar bevrijding van Hoogloon op 21 september 2004 werd Hoogloon door 4 Engelse veteranen bezocht. De kinderen kregen in de klas informatie over de oorlog. Desgewenst mochten zij een ritje maken in oude legerjeeps. Ik denk andersom zou het niet stemmen. De ballonnenwedstrijd dreigde in het water te vallen, maar bleek uiteindelijk een mooi schouwspel. Met koetsen werden de monumentjes bezocht. Comrades in arms with the people in the plane to remember, think of them for a moment. 60 jaar het einde van de Tweede Wereldoorlog. We brengen achtereenvolgens de plechtigheden van de jaren 2005 tot en met 2008 in beeld. De oorlog lijkt dan ineens zoveel verder weg, wordt anoniemer. Iets van alleen saaie geschiedenisboekjes. Deze gedenksituatie vanavond, in dit gebouw, doet denken aan herstel na geleden oorlogsgeweld. Ik moest vandaag denken aan het feit dat het de laatste keer zal zijn dat ik als in de functie van burgemeester bij een dodenherdenking in deze gemeente mag zijn. En dat doe je denken van, wat gaat het toch allemaal snel? Elk jaar opnieuw
gedenken wij onze oorlogsslachtoffers. Jonge mannen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. Vrijheid maak je met elkaar. Een kort moment waarbij we stilstaan om te denken aan de bevrijding. Daags na de 25e herdenking in 2009 in de kerk en op het Valensplein was een fietstocht georganiseerd naar de oorlogsmonumenten in Hoogeloon. De tocht liep langs de Mariakapel. Vervolgens werd de gedenksteen op het Heiheind bezocht. Toen de Duitse oefenbunker in de Landschotse Heide met zijn spiegelinstallatie om waar te nemen waar hun bommen terecht kwamen. In de Wagenbroeken biedt de gedenksteen een mooie rustplaats. Afsluitend kon met een bezoek aan de tentoonstelling nog nader informatie worden verkregen. Het geeft mij een goed gevoel dat wij hier zo met vele mensen staan. Dat zoveel inwoners van Hoogeloon en wellicht ook uit de omgeving, jong en oud, gehoor geven aan de oproep deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Op 8 februari 1925 wordt in Buckley, Noord-Wales, Eddie Jones geboren. Het is een waardevolle traditie om, voordat we morgen onze bevrijding vieren, vandaag stil te staan. We beginnen in Neerpelt. De eerste gemeente die heel enthousiast was, was de gemeente Lommel. In 2012 werd in het kader van de Liberation Route, welke het pad volgt van de geallieerden tijdens de bevrijding in 1944, in de Wagenbroek een luisterkei geplaatst. Op deze locatie is een hoorspel te beluisteren. Op 17 september 1944 is een luchtvloot van Britse en Amerikaanse vliegtuigen onderweg om parachutisten en materieel achter de Duitse linies te droppen. Burgemeester Zwarte verrichtte de openingshandeling. 2013. Het doet deugd om te constateren dat ondanks het feit dat de oorlog steeds verder achter ons ligt, de belangstelling elk jaar weer onveranderd groot blijkt te zijn. Mijn opa heeft de oorlog meegemaakt. De verhalen van hem hebben me echt geraakt. Door een Auschwitz hoefde hij niet te vechten. Hij hielp thuis mee op de boerderij, samen met andere knechten. 2013. De medewerking van Fanfare Wilhelmina is onontbeerlijk, waarbij met name de volksliederen van Nederland, Engeland en Amerika bijzonder indruk maken. Met elkaar staan we vanavond stil. Behalve een afgevaardigde van de Amerikaanse ambassade legde ook wethouder Dick Sumker een krans bij het monument. In 2014 wordt in een schoolproject aandacht besteed aan de monumenten in Hoogeloon die refereren aan de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. We staan hier bij een zeer unieke bunker. William E. Williams was piloot. John E. Burr was co-piloot. Nick P. Hoot. We sluiten af met de meest recente herdenking van de slachtoffers van de reeds 70 jaar geleden beëindigde oorlog. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo staat op onze orde van dienst op de buitenkant. Een waardige herdenking helpt ons herinneren aan de vrijheid die wij allen zo koesteren. Ook na 70 jaar is het belangrijk dat wij samen de oorlogsslachtoffers herdenken. Dat we met elkaar stilstaan bij de betekenis van vrijheid voor iedereen. Niets is tot heden aanleiding voor het comité om te stoppen met de herdenkingen. Wim Pauli, 30 jaar doodherdenking in Hoogeloon. Ik heb jou hier al veel jaren gezien. Hoeveel jaar kom ik hier al in? Ja, al verschillende jaren. Want ik heb namelijk dat vliegtuig zien vallen. Want wij woonden toen op Lemmel. Ja. En ik zag die mensen die er verongelukt waren. Die zag ik
er voor het toestel liggen. En het toestel dat brandde nog. Nou, dit is echt een geweldige manifestatie. Ja, het is nou 30 jaar hoor ik, maar dat blijft al doorgaan. Gezien de belangstelling en ik zal er ook altijd bij zijn als ik kan. Je bent er al veel geweest ook, denk ik. Ja, ja, ja. Ik vind het een geweldige viering, moet ik zeggen. En heel waardig, discreet. Jonge mensen, oudere mensen. Heel erg mooi. Ja.